Nee, het is een personeelsfeestje. We zijn samen met de hoofd van de afdeling. Ik dacht dat die jongen waar jij naast zat, dat je vriend was. Nee, niet gek. Ik ben gewoon vrijgezel, hoor. Dat is Andy, dat is een collegaatje van me. Superhomo. Die man daarnaast zeker ook? Ja. Ja, die is chef lingerie. Hij scheert zijn benen. Hij heeft echt een perfecte Willeke Alberti-imitatie in huis. Ja, hij is wel een leuke man. Bijna net zo leuk als ik. Ja, als vrouw dan. Nou? Ja. Tussen een homo en een neger. Heel eventjes toch? Nee, gezegd. Nee. De neger hoeft thuis niet zuid te leggen. Ja. Wat ben je doen? Oh, dat is Frank, die ken ik van vroeger. Wat? Toen niet de Frank? Nee. Nee, dus Frank is chef lingerie van een groot warenhuis. Hij scheert zijn benen. Ja, ja. Dat moet allemaal maar kunnen tegenwoordig. Ja, pap, dat is Amsterdam, hè? Hij heeft een perfecte Willeke Alberti-imitatie. Pim had de zaak volledig onder controle. Dacht ze. Net als ik. Nu de roes voorbij was, wilde ik zo snel mogelijk weg. Weg van deze gênante vertoning. Oh, wat een opluchting dat dit over was. Afgelopen. Einde, dacht ik. Maar het feest moest nog beginnen. Hey, Martijn! Hi, Masha. Zo? Avondje op stap? Ja, nee, nou, hoe is het? Ja, heel goed. We spreken wel een andere keer verder. Ja. Dag. Masha, de moeder van Lola, je ex. Ze zag me naar buiten komen. Wat heb je eigenlijk gedaan? Zo'n grijns op de bek. Heb je thuis massage of heb je echt daadwerkelijk gekeken? Ik moest van jou dan naar binnen los. Jij het ook maar op ook, ja? Ja, jij moest ons nou naar die hoeren meenemen. Beetje respect voor onze gastvrouwen. Wat ben je nou bang voor? Dat Masha tegen Lola zegt, je vader is een hoerloper? Kom op, man. Nee, misschien niet Lola, maar Marcia kent Simone. En Simone is een collega van Yvonne. En Yvonne's zus traint op dezelfde sportschool als Nicky. Hey, doe het op zijn Surinaams. Hm? Ontkennen. Altijd blijven ontkennen. Martijn? Martijn? Ik ken geen Martijn. Jezus, lul. Ja, jij hebt een relatie. Jij gaat naar een club. Jij laat je pijpen. Jij wordt betrapt door jouw ex en nu wil jij dat ik het oplos. Ja. Mooi, Nicky hoeft toch niet alles te weten? Nee, maar misschien weet ze het al. Ik wil gewoon een beetje lol maken met mijn vrienden. Als jij niet kan verkopen aan jouw vriendinnetje, ja, is dat echt jouw probleem, hoor. Nee, het zit hier gewoon vol mieren. Ik denk dat we even een stukje verderop moeten gaan. Ik kan gewoon niet tegen beestjes. Wil je het wel? Goede relatie? Nog wel. Nou, als je dat dan zo wil houden, dan zou ik me niks zeggen.
heb je er al gebeld. Hè? Mijn stomme kop. Zet me lul. Moet jij eens heen? Ik heb een slok champagne nodig. Je bent leuk, Jasper. Ja. Jij ook. Ja, dan kun je ineens goed schrijven, ik ben naar de hoeren geweest. Weet je wat je moet schrijven? Ik ben naar de hoeren geweest. Sorry. En terwijl ik me voorbereidde op het verlies van mijn enige geliefde, had Pim er 2 te winnen. Ah, kijk eens. Nu het dessert er is, ik zal er even gaan halen. Ja. Het lijkt me wel verstandig. Hallo. Hi. Ik ben Andy. Frank. Hi Frank. Kom even mijn vriendin ophalen. Dus toch, schat, je tiramisu is geland. Ja. Zeg, Frank, ik hoorde dat je ontzettend fan was van Willeke. Is dat alleen vanwege de act of ben je sowieso... Even jongens, komen jullie nou? Ja. Hallo. Parschot. Ik ben de vader van Adrian. Oh, ik dacht dat jullie collega's waren. Chef lingerie, toch? Pardon? Als u het goed vindt, dan neem ik nou Nicky en Adrian weer mee terug. Ja. Nicky. Ja, mijn aanstaande schoondochter. Nee. Kom schat, we gaan nog wat eten. Dag Frank. Dag. Zo, daar zijn we weer. Lekker, tiramisu. Lekker, hè? Nou, moeder, we hebben je rollen. Lekker, hè? Ja, heel lekker. Ik geloof dat het even tijd wordt. We zijn, excuseer ons even. Ja. We zijn zo terug. Naar buiten. Eén keer vraag ik je in te houden. Ik loop je de hele avond met je pop. Net wij, 35 jaar geleden. Maar lol, doe je dan op een eerste avond meteen de eerste echtelijke ruzie. Met Andy's vader als getuige. Die twee, die redden het. Ja, die twee wel. Hele romantische avond. Oké. Lekker. Maar je hebt niks gedaan. Bijna niks. Nicky? Ben je verliefd? Ik wilde gewoon de bevestiging dat ik nog aantrekkelijk ben voor andere mannen. Oh, dat er nog een uitweg is. Nee, zo is het dus helemaal niet. Kom daar nou bij. Ga je het aan Martijn vertellen? Ja, Nicky. Ga je het aan Martijn vertellen? Het vertrouwen is gewoon weg, Nicky. Nee. Schat, ik wil dit niet. Wat niet weet, wat niet weet, schat. Ik ga het haar niet vertellen. Je moet gewoon eerlijk zijn. Hé, hey jongens, gaan we wat drinken? Je hebt makkelijk lullen. Je hebt geen vriendin. Oh. Wouter, kom op. Je begrijpt best wat ik bedoel. Jij bent niet naar boven geweest met... Nou? Oké, Woutje. Ja. Ja, ik was in die gang. En, Hey. Is dit de eerste keer dat je met een vrouw in bad gaat of zo? Proost. Ja, dat was het. Nou, dat was wel heel leuk zitten praten, ja.
zitten praten. Ja. Nee, maar goed, als je dan ook hoort wat ze eigenlijk allemaal zo heeft meegemaakt. Poeh, dat is, ja, toch wel knap indrukwekkend. Hé, hey, je wordt niet verliefd op een hoer, hè? Ik noem dit geen vreemdgaan. Oh, nou, dat noem ik het wel. Jongens, hij is zich lekker laten pijpen, jij hebt een beetje te kletsen. No big deal. En nou vooral niks tegen die wijven zeggen, die gaan er weer een heel ding van maken. Kom, gaan we drinken. Oké, okay, je hebt twee opties. Eén, je vertelt het haar. Jij bent een ongelofelijke hond! Een hond ben je! En het is niet te pakken dat je mij zo voor schut zet! Ik wil je gewoon niet meer zien! Ga weg! Twee, je vertelt het hem niet. Nou, dan hoort het van een ander. Wouter heeft de gave de dingen niet mooier te maken dan ze zijn. Ook niet voor zichzelf. Hey. Alles goed? Wacht even. Ik moet je even iets zeggen. Ik ben bij een vrouw geweest. Een andere vrouw. En we hebben gepraat. Dat meer is er niet. Dat is het. Maar ik heb haar wel betaald daarvoor. Naar een psychiater? Nou, het was meer... Wouter, wat moedig van je. Echt. Dat zouden meer mensen moeten doen. Tot later. Ja, moedig was Wouter wel. Nu ik nog. Nicky. Gisteren was ik met Joep en Wouter in de stad. En toen zijn we nog even wat gaan wandelen. Want Joep wilde graag langs bij een vriendin. En nou ja, die vriendin werkt bij de Rose. Dat is toch die hoerentent? Nou, ja, meer een club, zeg maar. Je kunt er ook gewoon wat drinken. Was het gezellig? Nee. Niet echt. Jammer. Joep heeft ook altijd van die idiote ideeën. En... Is er nog iets? Nee. Wat moest ik? Meer is er niet. Je moet toch niet alles aan elkaar willen vertellen? Is love, is love, no. Ik hou ook zielsveel van jou. That message home. Welke seksuniversiteit heb jij gezegd? Nee, dat gaat Pim toch niet doen? Ja, nog zo'n grapje en ik neuk je hier reet, ja? Joep, zout nou! Pispijn in mijn broek van het lachen! Ruik je me? Ik zou nooit eens gedacht van dat of dat zou ik wel willen proberen. Partnerhel? Ja. Dat is best een beetje gek, ja. En, ja. Ah, lekker, hè?